vandaag vrijdag 27 juli. En ik ben bij opa en oma thuis. Bij mijn vader en moeder. Ik heb Chloe net hier even afgezet. Papa die moet eigenlijk werken. Maar die komt dan even tussendoor even toch nog even thuis op Chloe te groeten. Dus die gaat zo weer, de deur uit. Ik ga zo lekker op mijn scooter die ik heel erg mis. Nog steeds in Amsterdam staan. Ga ik lekker richting de stad. Ik heb zo een fotoshoot voor de ethos. De rest over de campagne laat ik even in het midden. Mag ik niet heel veel over vertellen, maar het is wel super leuk. En even denken wat ik nog kan vertellen. Ja, ik ben helemaal Koos make-uploos. Woe, zo lekker de wallen. Het is nu 9:30 geloof ik, dus ik moet even snel opschieten. Ik moest make-uploos aankomen, want het wordt natuurlijk al mooi gemaakt. Ah, ga je lachen? Schatje. Mama gaat, schat. Daar staat hij, de scooter die ik zo erg mis. Yes! Nou, ik ben er. Dit is echt een van de mooiste dagen van het jaar. Het wordt vandaag iets van 37 graden of zo. Maar goed, ik ben nu bij Media Lane. Er zitten heel veel mooie bedrijven. Etsy van Chantal Jansen. En ik ga nu naar binnen. Neem jullie zo mee. Doei! Dat is een glittertje. Ja, dat is wel vet, hè? Ja. En ik denk dat we hier gewoon moeten kijken wat we de mooiste lippen... Ze mag ik gewoon kiezen. Het is een, even kijken, natural look. Dus ik zou eerder naar een van deze twee neigen. Oh, dit is ook een natural look. Nee, ik heb net even een before shot gehad. Zonder make-up. En ik ga nu in de make-up bij Mitzi. Ze zijn binnen heel mooi hier. Volgens mij zit een... Kan je echt zo naar beneden? Een glijbaan. Het is heel mooi hier. Een mooie kantoorpand. En ik ga volgens mij zo in de make-up bij Mitzi. Hallo! Hallo! Bij Mitzi in de make-up. Gezellig. Long time no see. We hebben elkaar echt lang niet gezien. Ja, echt lang geleden was dat, hè? Zeker... 4 jaar? 4, 5 jaar zeker, ja. Ja. Nu zijn we oud. Oud. En moeder, jij dan niet? Nog nee, moeder. Nog niet. Lekker aan het reizen over en toe. Fashion Week binnenkort weer. Ja, zeker. In New York? Ja. Zeker. Leuk, geweldig. 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 Wat voor look krijgen we eigenlijk? Eerst een natural look. Ja. Een beetje een glowy look. Mm-hmm. En daarna gaan we voor een avondlook. Mm-hmm. Dan wordt het ietsje zwaarder. Oké, okay. Ik wist dat ik 2 looks kreeg vandaag. Oh. Mitzi, behind the camera. Yes. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Ja? De whole Max Factor look is dit, ja, toch? Ja. Dus een peachy lipglossje. Ja. Een beetje wat... blush. Een beetje blush. Ja, heel mooi deze. Ja? Ja. Top. Staat je ook heel goed. Ja. Het is echt een natural look die ik zelf ook zou doen. Ja? Nou. Dus good job, Mitz. Mooi. Hoe moet dit uit? Nog een keer lukken. Dit laat je er zeker in. Ik wist het. Ik dacht, ik wacht even. De volgende look. Weet je wat, hoe noemen we deze look? Ja, dus net had ik de daglook, ja. En dit is de avondlook. Ja. Ja. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Mooi. Heb je zelf wel eens een eyeliner? Ja, ik heb zelf eyeliner, maar dan niet zo, zeg maar. Ja. Maar dan gewoon inderdaad wel recht. Die Bordeaux lipstift had ik vroeger altijd op in mijn dansleventje. Ja, mijn vorige leven. Mijn vorige leven. Nee hoor, we zijn klaar. Kom maar in, we gaan weer. Ja. Nou, ik denk juist ik hoor wel, net dat ik bij 4,5 miljoen mensen op de deurmat kom. Dus ben benieuwd wie mij op de deurmat heeft. Let me know. Houd het in de gaten. Houd het in de gaten. Komen jullie mee? Ik ga even naar. Komen jullie mee? Okay. Ga je echt naar boven dan? Ja, ga je dan mee? Ja, ik ga mee.
Maar gaat het lukken echt? Mitzi, waar ga je naartoe? Gaat het lukken? Ik viel niet onder je. Ik viel niet onder je jurkje hoor, als je dat soms denkt. Ik hoop het niet. Oh, ja. Nu film je toch onder mijn jurk. Nee, echt niet. Oh shit, er komt iemand. Pas op. Oh echt? Oh, pas op. Of niet? Oh, ik schrik ervan. Komt iemand? Nee, er liep denk ik iemand. Oh. Huh? Oh, ik schrok heel erg. Het zit er weer op. De zonnebril gaat weer op. Je gaat lekker naar buiten. Ik ga lekker naar buiten, waar denk ik bloedje heet is. Want hier merk je daar niks van. Maar hopelijk zien we elkaar nog, Mits. Want, ja, hopelijk wel. Denk het we wel. We gaan allebei op vakantie. Ja. Dus qua datumprik is niet heel handig. Maar het komt wel goed, denk ik. Hoop ik. Het was heel gezellig. Ja. Doei. Doei, lieve mensen. Dag mensen. Ik ga lekker naar Chloëtje weer. En Mits gaat nog even door. Je hebt nog 2 of 3 modellen volgens mij. Nog 2. Doei. Doei. Hoi allemaal. Ik wilde jullie even wat laten zien. Ik ben zo vergeetachtig sinds ik ben bevallen. Nee, eigenlijk is het niet waar. Sinds ik al zwanger ben. Zwangerschapsdementie heet dat. Oh ja. We hebben een nieuwe buggy gekocht. We gaan bijna op vakantie. En die kinderwagen die wij nu hebben. Is een beetje te groot en te zwaar om mee te sjouwen en zo. Dus ik wilde even aan jullie zien wat een te gekke nieuwe buggy wij hebben gekocht. Het heet de Yo-Yo Stroller. Het is super licht, je kan hem zo om je arm dragen. Maar ik ga het gewoon even demonstreren, ik vind het gewoon leuk. Ik maak helemaal geen reclame, ik heb hem gewoon zelf met mijn eigen centjes gekocht. Dus niet denk van, oh ze maakt reclame. Nee. Maar ik vind het gewoon even heel erg leuk om te laten zien. Volgens mij weet namelijk niet iedereen dat dit er überhaupt is. Want ik wist het namelijk niet voor de mama's onder ons. Dus ja, het lijkt me wel gewoon een hele goede tip als jij... op reis gaat of wel gewoon eventjes snel tussendoor boodschappen gaat doen. Het is gewoon super licht en het is super klein en het past heel makkelijk in de auto. Met die andere wagen was mijn hele achterwagen gelijk vol. Nou, ik ga het even demonstreren. Let op. Kijk, dit is hem. Kan gewoon om de schouder heen. Het is helemaal niet zwaar. Gewoon ook fijn als je gewoon op reis gaat en dan kan hij gewoon hoppa bovenin... hoe heet dat? Ja, vul ik jullie maar in hoor. Ik ben echt soms een beetje dement. Anyhow, let op. Als je hem uit wil klappen, hoef je alleen dit te doen. Wacht, ik moet het goed doen. Nu dit, hè? Ik had hem andersom gedaan. Tada! Kijk wat mooi. Is toch te gek? Of not? En als je hem in wil klappen, dat wat ook net trouwens ook heel leuk is, het lijkt net alsof ik wel aan het demonstreren ben voor het merk. Maar ik vind het gewoon echt een hele goede tip voor de mama's. Dit kan je ook in andere kleuren kopen. Dan heb je gewoon een hele complete andere buggy. Dit kost maar 40 euro. Dus als je 40 euro neerlegt en je koopt een andere kleur, lijkt het gewoon weer een hele andere buggy. Is ook wel hartstikke leuk. Mochten wij nog een ander kleintje krijgen en het wordt een jongetje, kunnen wij lekker een andere kleur doen. Maar zover zijn we nog niet door, als je dat soms denkt. Het is trouwens bloedje. Ik doe heel even de ramen open. Als je hem inklapt. Goed mee. Zo. En dan zit er een knop onder. Nou, dat zie je nu niet. Maar dat doen we alleen zo. Ik ben nog een beetje onhandig erin. Dit. Nou, ja, dan gaan we weer. Oh, Chloe heeft er genoeg van. Voor de momenten even Chloe erbij halen. Die wil ook aandacht. En wat vind jij? Wat vind jij van je nieuwe buggy, Chloe? Wat vind jij van je nieuwe buggy?
Wat vind jij van je nieuwe buggy? Leuk hè? Mama loves you so much. Ga gelijk even een vlog afsluiten. Oh, even licht zoeken. Wij gaan de vlog afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. Ik ben een dagje te laat. Ik probeer elke week, zeg ik, ja, dinsdag 5 uur. Mom live. Ik ben al blij dat ik het kan uploaden. Maar het is eigenlijk niet netjes, hè. Het moet toch gewoon dinsdag 5 uur. Maar het kwam er gewoon weer even niet van gisteren. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je een leuke video. Zeg maar doei. Doei, doei. Ga je praten? Ga je praten? Doei, doei, doei. Doei, doei, doei. Blij baby. Doei.